Goedemiddag allemaal. Het is nu 4:15. Ja, we zijn aardig even weg geweest. Het is nu de 24 oktober 2017. Hé, schat? Ja, dat klopt. Maar er zijn ook aardig wat reacties gekomen. Ja, schat? Ja. Zo, nou, wij zijn even lekker weg geweest. We zijn nou eigenlijk weer net terug. Moet ik dus niet in het licht filmen, want dan wordt het donker. Is ook niet handig, toch? Nee. Hey, precies. Maar, ja. De vorige video heb ik dus even offline moeten halen. Omdat het geen en deen, bepaalde mensen. Hè? De klachten over dingen, nou prima. Houden wij het er vanaf. Jij dan? Ja. Ik heb geen input op jouw account, dus het is jammer. Waarom is dat jammer? Dan kan ik dat... meteen gehoor geven, nu moet ik wachten tot jij iets gaat doen. Oh, want? Het is jouw account, jij mag daar dingen op zetten en dingen vanaf halen. Ja. En ja, maar ik kan dat niet. Als ik dat wel zou doen, zou dat computer vredebreuk tekenen. Dat is illegaal. Ja. En dan word jij niet vrolijk van. Niet? Nee, ik zou maar in jouw bestanden gaan grutten. Word ik daar niet vrolijk van dan? Dat denk ik toch niet, nee. Maar wat hebben we allemaal gedaan vandaag? We zijn eventjes een klein fietstochtje gemaakt richting Delft, volgens mij. Ja, Ikea. Ikea dinges. Ikea, ja. Ikea. Hi meisje, even tussendoor. Hi, kom je ook even in beeld? Jij komt nooit in beeld, hè, wijfie? Nee. Ja, jawel. Nou, niet heel vaak. Niet vaak, maar wel genoeg. Nee, maar we zijn dus even naar Ikea geweest. Nou, dat was eigenlijk een heel snel spoedje. Was er eigenlijk heel snel eruit, erin en eruit. Ja. Even iets leuks gehad voor beneden. In de kelder? In de bergingkelder. Bergingkelder, kelderberging. Iets. Schuur. Iets beneden. Iets beneden het pand. Ja. En nou, dan heb je wat meer ruimte om dingen op te slaan. Ja, ook dat, correct. Kom je weer kijken. Poesje. Hij schat. Hij is eng, hè, camera. Dat is heel erg eng. Ja, we gaan geen kopjes geven, hoor, aan de camera. Mag wel, maar... Ah ja. Nee, en toen weer eigenlijk een... dat was gewoon eventjes een retourtje fiets heen en weer naar die IKEA. Ja, ongeveer... 50 minuten en 50 minuten. Ja, iets meer dan anderhalf uur. Ja. Daarna zijn we nog naar de kledingbank geweest. Ja. Kledingbank, ja. Twee mooie spulletjes uitgezocht. Ja. Van broeken en... Ja, en jij hebt ook wat uitgezocht, ik toch? Ik had dat uitgezocht, maar dat mag dat niet meenemen, helaas. Dat is wel jammer. Ja. Dus... Maar we gaan wel van de week eens even kijken. Ik had twee overhemden gepast, maar ja. Het waren mooie overhemden, alleen die pasten niet. Dus dat is wel jammer. Ja. Maar ik ben wel weer geslaagd, dus dat is ook wel weer fijn. Ja, hij had mooie broeken uitgezocht. Ja. Gevonden geweest. Ja, precies. Die nog in jouw maat waren en pasten. Ja, joh, je meent het. Hij meent er helemaal niks van, hoor. Maar oké. Okay. Nee, het was wel mooi. Vond je goed. Mooi. Nog een... En we zijn nog naar de winkel geweest, boodschappen gedaan. Ja, even de... En naar Rotvliet. Naar Rotvliet. Ja. Precies. Dus nodige meegenomen voor de poesjes. Ja, ook dat. Want die moeten toch ook eten en eventjes naar de kattenbak toe. Ja, toch? Precies. Niet dan. Dus de voorraad is redelijk. En we zijn nog even de stad in geweest om ook wat voor jou te halen. Je bent toch daar ook geslaagd ja, in de klopt, stad. Dat klopt. Veel betere spullen onder de kledingbank. Mooi jasje. Ja. Mooie broek. Mm-hmm. Mooi overhemd. Laat het zien. Ja, dat zal ik ze even meteen halen. Kijk. Ja. Kijk. De prijskaartjes en die heeft hij er al afgehaald. Want dat kan hij dus niet tegen. Prijskaartjes. Ja. Als hij iets heeft gekocht, gaat gelijk bij hem en de prijskaartjes er vanaf. Dus. Maar het staat dan weer heel goed. Ja. Ja. Als je het prijskaartje eraan laat zitten en je spullen worden gestolen. Overhemd. Doe eens aan. Ga eens eventjes showen. Ga jij maar even showen, ja. Ja joh.
Ik ga dat niet filmen hoor. Nee. Of jullie willen eventjes een naakte man zien, maar ik denk het niet, hè? Nee. Deze vlog en die duurt alweer veel te lang. 4 minuten en 50 seconden, 51. Oké. Veel te lang. Een mooie nee, dat is niet leuk. Oh. Mannen, ja. Daar heb je geen reet aan. Nee. En dan zeg jij ook nog nee. Precies. Ik ben er een, dus ik kan twee. Moet je wel eventjes in die blouse nog eventjes dicht maken. Ben ik al klaar dan? Ja. Zeg jij altijd. Altijd? Ja, altijd. Ik vind het heel mooi. Ja, super. En de broek niet aan? Nee, die doe ik straks wel. Waarom nou niet? Ik moet deze broek aan, hè. Ik heb zo'n hele verkleed partij. Ja, nou en? Dan is het maar een heel verkleed partij. Outfit of the day voor 7 december. En als ik mijn jurk binnen heb, en dan laat ik dat ook even zien. Outfit voor 7 december. Ja. Dat is een hele speciale dag voor mij. Een belangrijke dag. Leuke dag. Spannende dag. Mooie dag. Mooie dag. Ik hoop dat het een beetje sneeuw en skeetje ligt of zo. Alleen niet even mijn moeder, maar ach ja. Ik ga niks doen. Ja, dat is toch. Nee. In mijn paswok. In mijn paswok. Jij sport echt nieuwe mensen. Echt niet. Mijn vent? Nee, sport echt niet. Nee. Nee, ook niet. Klopt, correct. Nee, maar het ging een Deen en die wouden dus juridische stap ondernemen. Ik zou zeggen, go ahead. Ik vind het leuk. Ja. Maar de video is toch al offline. Kijk, dat is leuk. Nee, het zal me ook niet meer gebeuren hoor. Nee. Nee. Maar ja, je wordt overal gefilmd in de stad ook. Camera's. Cameratoezicht. SBS6. Mooi broek. Om 9:30. Meldkamer. Precies, meldkamer. Nee, schat. Ja, oh. Een beetje. Was even hier op staan. Eventjes die kussen eventjes op de. Ze zijn lekker bezig geweest. Mooi toch? Was hier al wat meer staan. Niet. Oh, ja, wat. We staan net verkeerd. Even anders even die gordijn even openpleuren. Niet zo weg. Juist. Kijk, nou heb ik wat meer zicht. Juist. Even inzoomen op jou, vind ik leuk. Even inzoomen. Nou, niet en niet zo krom staan. Kom. Nee. Ach, doe even normaal, maf. Gaan we even kleden. Kijk, dit is beter. Wacht even. Even zo. Ho. Normaal, joh, maf. Geen modeshow aan. Modeshow hoeft niet hoor. Oh, dat niet? Oké, geen modeshow. Gewoon netjes bij. Ja. Zijn mensen die staan zo? Nou, wat doe ik dan? Doe je jasjes een beetje open? Een beetje netjes. Ja, maar daar kun je altijd een riem omheen doen. We krijgen hier gewoon een modeshow, mensen. Kijk. En wanneer ga je deze dragen? Op een 2 dagen. Want? Dat lijkt me leuk, want Sinterklaas vindt het vast niet mooi. Niet? Nee. Maar ben je er blij mee? Ik ben er blij mee.
Hoe blij ben je ermee? Heel blij. Dus. Ga het niet al te vaak aantrekken. Anders slijt het van. Duimpje omhoog, als je het leuk vindt. En zo niet. Helaas. Dan helaas moet je iets anders gaan verzinnen. Kijk naar een ander kanaal, zou ik zeggen. En van je schone mama. Dat kan ook. Kan ja. Hoi schat. Hi lief. Wat is alles goed? Ja hoor, prima. Hoe goed is het dan met jou? Het is heel goed. Nou, kom erbij staan dan. Ik kom erbij staan. Tuurlijk mooi. Natuurlijk kom ik erbij staan. En toen? En toen? Daar achter je. Waarom ben je zo blij dan? Vertel. Ik ben blij met jou. Denk jij dan? Ha 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 ha. Nee, maar waarom ben jij blij? Blij. Ik heb net even opruiming gehouden. Kijk, ja, deze tas. En deze tas. Ja, het is een beetje donker. Ha ha ha, grapje. Kijk jij er ook bij, wijfie? En deze tas. Alleen het is een beetje donker, zag ik net. Wacht maar even, ik doe het even heel anders. Ja, ik doe het even anders. Ik zet het een beetje in het licht. Vind ik leuker. Kijk, doe het zo. In deze tas zitten heel veel kledingstukken in, want ik ben ergens vandaag uitgezet. En niet uit de Huskygroep, nee, want daar mag ik wel reclame voor maken. Daar wel weer voor. Maar voor de andere dingen niet. Helaas, pindakaas in deze wijk. Waarschijnlijk hebben ze iets te verbergen, maar wat weet ik niet. Helaas, pindakaas. Maar ze hebben mijn mannetje in de rook uitgezet. Daar ben ik het niet mee eens, maar oké. Okay. Het was een keuze. Het was een keuze, maar... Keuze van mij. Nou ja, jij bent gewoon even voor het blok gezet. Nou, voor het blok. En ja. We hebben gevraagd van, wat wil je liever? Liever jou of liever ons? Ja, dan is de keuze simpel. Nou ja, dan vind ik dat toch even voor het blok zetten. Mm. Ja, niet hmm. Dat zei je net ook al, dus ga gewoon nu lekker eerlijk zijn in deze vlog. Ja, pleur lekker op. Kan ik ja, doei. Staat tussen ons? Ja, het is uit. Nee hoor. Nee, maar ik vind het gewoon even voor het blok zetten. En dan mag je ook gewoon nu eens een keertje eerlijk wezen. Nou, ik vind het jammer. Gewoon wees eerlijk in wat je wil zeggen. Ik vind het jammer dat het zo moet lopen. Ja, nou ik ook. Nou, en dan mogen ze ook een keertje nou weten. En we zeggen helemaal geen namen, niks. Ik zeg ook geen namen. Ik noem nee, daarom. Ook niet, dus dat scheelt je. Nee, daarom, precies. De naam van je meisje, je andere meisje en je jongetje zie ik ook, zeg ik ook niet. Nee, daarom, mijn precies. Mijn naam zeg ik ook niet. Nee. Dat scheelt je, zegt helemaal niks. Nee. Ik kan me beter zwijgen, weer met zo'n liedje. Ja. Je kan maar beter zwijgen. Ja, nou dus, ja, zwijgen, nou, maar eerlijkheid wordt gewoon niet getoond. Nou ja, niet, ja, door ons wel, maar ze willen gewoon liever en geen waarheid. Blijkbaar. Waarheid, de mensen. Waarheid is hard. Ja. En ja, als er een keuze wordt gemaakt, van je wordt gezegd van nou kies maar, wat wil je? Wil je links of wil je rechts dan? Ja. Ja, dan moet je toch kiezen wat je zelf het beste vindt. Mm-hmm. En wat vind jij het beste? In dit geval ben jij het beste van mij. Dan maar niet, dan maar geen andere leuke dingen. Ik bedoel, ik heb er veel plezier in gehad altijd. Ja, ik ook. Is, en dat heb ik ook in de mail netjes gezet net. Alleen dus. In de mail gestuurd ook weer. Een week. Ja. Nee, ik heb altijd een leuke tijd gehad. Ik heb geprobeerd in te zetten. Je laatste tijd is een beetje de slop ingekomen vanwege die computer die stuk was van mij. Dat kan ik niet bij de dingen. Nee. En flinke training in Zutphen. Dat ga je ook niet in de koude kleren zetten. Nee, en dat heeft jou gewoon ook even op en gebroken. En dat heb ik je ook gezegd. Maar ja. Maakt niet uit. Je zei al, hou ermee op. Van nee, ik wil ermee doorgaan. Ja. En nu krijg je de keuze tussen van nou, het een of het ander. Nou, dan kies ik voor het een natuurlijk. En jij bent de een. Ja, dat is mooi. Maar mensen die je net zien, een hele leuke tijd gehad. Serieus. Maar ja, eens komt de tijd dat je gewoon even afscheid moet nemen. En dat is vandaag dus nu eigenlijk. Dus bij deze. Ja. Hartstikke bedankt voor jullie samenwerking. En we zien jullie heus wel eens een keertje weer in de wijk. Ja, is goed. Alleen niet in kledij. Nee, precies. Betreffende de organisatie. En we blijven gewoon lekker doorvloggen en onze gekke dingen doen. En ja, voor de anderen leuke vooral dingen. Elkaar in de maling nemen. Ja, en jou ook nu een beetje in de maling gaan nemen. Dat is hartstikke leuk. Ja, is goed. Dus, vinden jullie deze video nou leuk? Doe lekker een blauw duimpje omhoog. En, vind je hem niet leuk? Doe dan toch het blauwe duimpje. Dankjewel. Dankjewel.